eind augustus 1914. Nauwelijks een maand nadat de Eerste Wereldoorlog uitbrak, werd Leuven het slachtoffer van blinde oorlogsrazernij. Zowat het hele centrum van de stad werd systematisch vernield. Hoe is het zover kunnen komen en wat waren de motieven voor deze vreselijke misdaad, die in nauwelijks enkele dagen tijd deze mooie stad heeft omgevormd tot een hallucinant apocalyptisch landschap?